Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Het leek me leuk om een keer te laten zien wat ik zo in een week eet. Regelmatig deel ik op mijn Instagram stories wel wat kiekjes van waar ik eet, naar welke hotspots ik ga en wat ik zo op een avond kook. En ik kreeg best wel vaak de vraag of ik er een video over wilde maken. Nu moet ik er wel bij zeggen dat elke week weer anders is. Het is niet dat ik standaard iedere week hetzelfde eet. Door deze video krijgen jullie, maar ik zelf ook, een realistisch beeld van wat ik zo eet. Ik heb deze week wel echt gemerkt dat ik op sommige vlaktes wel beter op mijn voeding kan letten. Maar ja, het is gewoon heel erg realistisch. Ik heb in het verleden wel een aantal What I Eat in a Day video's gemaakt. Maar dat was heel erg gericht op het gezonde eten. Maar dit is gewoon, ja, realiteit. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik 5 dagen lang heb gegeten, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en laat vooral weten wat jouw lievelingseten is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, laten we maar snel gaan beginnen. Ik heb niet zomaar een week uitgekozen. De week waarin ik deze video heb gefilmd was de week van mijn voorjaarsvakantie. Dus dat hield in dat ik dus niet naar school ging, dat ik heel veel vrije tijd had. En dat betekende ook heel erg gemakkelijk eten. Nou, we beginnen met maandag. Het is niet dat ik dit nu in één keer eet, want mijn proteïnekwark vult oprecht. Maar dit is dan voor later op de ochtend en dit drink ik niet in één keer op. Maar het is meer als ik er zin in heb, neem ik elke keer een slokje. Maar ja, het is altijd voor mij normaal om de ochtend met een kopje thee te beginnen. Dus, en het ligt ook aan de ochtend. Soms heb ik echt zoveel trek en kan ik de hele koelkast leeg eten. En soms wil ik gewoon niet eten, maar... Voor lunch had ik zin in een broodje avocado. Moment van de waarheid. Ik heb nooit goede avocado's. Dus ik ben benieuwd of het rijp genoeg is. Oeh! It's a goede avocado. Oké, hier heb ik oprecht heel veel zin in. Ik moet je zeggen dat ik ook wel echt van snacks hou. Het ligt aan mijn fases, maar deze week had ik gewoon zoveel behoefte aan chocola. Oh ja, ook wel even goed om te zeggen. In deze video eet ik geen vlees, wel vis, zoals mijn avondeten voor de maandagavond. Maar ik probeer eigenlijk zo min mogelijk vlees te eten. Ik wil me nog niet labelen als vegetariër of whatever, maar alle kleine beetjes helpen. En ik merk gewoon dat ik het ook heel erg lekker vind om, ja, gevarieerd eten. Af en toe vlees, af en toe vis, af en toe vega. Helemaal top. Maar voor deze avond had ik zalm met broccoli en rijst gemaakt. Op mijn bord heb ik gele rijst, broccoli, zalm, een beetje sesamzaad en ik had ook nog een beetje peper en sojasaus eroverheen gedaan. En altijd bij mijn avondeten drink ik een glas water. Dinsdag begon ik de dag met een kopje koffie. Over het algemeen ben ik meer een theedrinker dan een koffiedrinker. Maar op z'n tijd vind ik een bakje koffie in de ochtend ook heel erg lekker. En dit combineerde ik weer met mijn proteïnekwark. Nu komt wel echt iets extra's, want... ik hou ervan om buiten de deur iets te eten. Als ik met vriendinnen afspreek, ga ik heel vaak bij Starbucks zitten of bij andere tentjes. En ik had op de dinsdag met meerdere mensen afgesproken. Eerst met Chanu en vervolgens met Christina. Een beetje een gekke lunchcombinatie, maar dat heeft allemaal een reden. Ik ben met Chanu en we zitten bij Starbucks en dit is mijn lunch. Ik weet dat dit mega ongezond is, maar het is wel lekker en het vult. Het is heel erg machtig. Het is een cookies and cream stack en jij hebt een carrot cake met een americano. Ik heb een ijskaramel macchiato. Laten we zeggen dat dit mijn lunch 2.0 is en nu hebben we een andere gast, namelijk Christina.
Love je haar, by the way. Maar we hebben vegan pancakes van Pluk. Ziet er wel heel goed uit. Maar hey, een beetje een ongezonde dag, maar dat maakt helemaal niks uit. Ik vind het ook gezellig. Het is niet dat ik echt per se buiten de deur wil eten voor het gemak. Maar het is ook gewoon lekker gezellig als je met vriendinnen dan ook bij kan kletsen. Op dagen dat ik eigenlijk alleen maar op pad ben, eet ik 9 van de 10 keer buiten de deur. Ik heb buiten de deur geluncht en het was eigenlijk ook de planning dat ik ook vanavond uit eten zou gaan samen met Christina. Maar alles op Centraal was overvol. Het was echt een mega lange wachttijd. Dus uiteindelijk zijn we niet uit eten geweest. En omdat het zo laat is, het is nu 8:10, dacht ik, ik ga mooi niet koken. Want ja, ik ben gewoon onmiddellijk, we zijn gewoon kapot. Heeft niks met luiheid te maken, maar om nu nog heel lang in de keuken te gaan staan, dacht ik. Dus, ik heb McDonald's gehaald. Je moet je er wel bij zeggen, deze week is wel een uitzondering hoor. Want jullie gaan me heel vaak buiten de deur zien eten. Maar ik heb een watertje, want ik ben niet zo in de frisdrank mood. Voor vanavond staat een veggie McChicken op het menu. En friet met frietsaus. Dan zijn we aangekomen op de woensdag. En zoals iedere ochtend ontbijt ik met proteïnekwark. En het is heel erg basic, maar oprecht, dat product vult mij zo erg. Normaal gesproken denk ik ook, na een uur heb ik alweer trek als ik kwark heb gegeten. Ja, soms eet ik nog wel een stuk fruit erbij of iets anders nog. Maar eigenlijk zit ik gewoon zo goed als vol. Ik vind dat echt bizar, want ik ben echt wel een ontbijtpersoon. Ik hou er gewoon ontzettend van om uitgebreid en veel te ontbijten. Maar ik heb gewoon na dat bakje gewoon geen trek meer. Voor lunch hebben we weer een broodje avocado. Alleen dit keer heb ik ook een gebakken eitje gemaakt. Ik vond die combinatie tot mijn verbazing heel erg lekker. Ik had dat voorheen nooit zeg maar zelf gemaakt. Maar het was echt heel erg chill. Trouwens, dit heb ik er niet bij gezegd. Af en toe zie je mij wel wat drinken tussendoor. Maar 9 van de 10 keer drink ik water bij mijn eten. En gewoon gedurende de dag drink ik best wel veel water. Ja, de dranken die ik heel vaak drink zijn water, thee, koffie en soms frisdrank. Maar dat is echt heel zelden. Daar komen we weer met mijn tussendoortje. Ik had een reep chocola gehaald toen ik boodschappen had gedaan. En ik had een klein stukje ervan. Echt één mini stukje. Het is niet dat ik die hele reep opeet, want anders word ik echt kapot misselijk. Dus het werd gewoon één klein stukje puur voor de smaak. In de avond ging ik uit eten bij Wagamama met een vriendinnetje. Dit is echt één van mijn favoriete plekken. Ik kom er heel graag. We zijn weer eens buiten de deur. Ik ben nu bij Wagamama met Peerle. Hallo meid. En we hebben hier ons bijgerechtje. Of nou ja, op dit moment is het een voorgerecht, want we hebben ons hoofdgerecht niet. We hebben vega gyoza en vega buns met aubergine en champignon. Heb je er zin in, meid? Ik heb er heel veel zin in. Nou. Ik denk dat we gewoon meteen moeten beginnen. Ja, we hebben heel veel trek. Go! Ik heb mijn favoriete ramen. Hij is vegan, dus dat is top. En jij hebt hetzelfde. Lekker makkelijk. Ik weet allemaal niet meer wat ik moest kiezen. Nee, maar het is wel helemaal lekker hoor. Dus we gaan lekker eten. Dan is het alweer donderdag. En ook weer ontbijt ik met proteïne. Nice! En donderdagmiddag was ik samen met een vriendin bij mij thuis. En we hadden gewoon boodschapjes gedaan bij de Albert Heijn. En ik had, wat was het? Een soort van pizzabroodje had ik. Lekker basic. Ik had het voor het eerst gehaald. Was wel prima. En later op de dag hadden we nog koekjes gebakken. Dus dat was onze tussendoortje. Voor avondeten had ik een pita broodje met vega gyros. En ik moet je zeggen dat dit echt mijn favoriete vega vleesje is van dit moment. Vrijdag begon ik de dag met een kopje thee en proteïnekwark. Ik moet wel zeggen dat ik fases heb met ontbijt. Op dit moment eet ik dus elke dag proteïnekwark. En ik heb ook fases dat ik wekenlang alleen maar een broodje met hagelslag in de ochtend eet. Of havermout. Of een smoothie. Het ligt eraan. Nu heb ik mijn kwarkfase.
Later op de ochtend was ik bij mijn ouders op bezoek. En zoals gewoonlijk hadden ze weer iets lekkers voor mij. Dus ik had een appelkruimeltaart. Ja, ik kan daar natuurlijk geen nee tegen zeggen. En later op de middag had ik daar ook een broodje ei. Ik besef dat ik deze week best wel veel ei eet. Of normaal gesproken eet ik amper ei. En nu heb ik al in één week twee keer broodje ei. Het is middag. Eet me thuis. En vaak vind ik het wel fijn om een bakje koffie voor mezelf te zetten. Ja, ik ben een beetje moe. Dus ik hoop dat dit me een beetje opwekt. Voor avondeten had ik wraps gemaakt met vega gehakt en sla, tomaat, knoflooksaus. Heel erg simpel. Zoals je merkt ben ik wel echt van de simpele gerechten. Vanavond heb ik een feestje, vandaar dat ik me ook al heb omgekleed. Ik ga lekker vroeg eten, het is 4:15. En ga nu het eten opstellen. Nou, dit heb ik 5 dagen lang achter elkaar gegeten. Ik merk dat ik wel een beetje nog kan variëren en een klein beetje meer fruit in mijn systeem kan toevoegen. Maar ja, zo weet ik nu zelf ook wat ik in een week eet. Ik heb dit keer het weekend niet meegeteld, maar mochten jullie dat ook willen zien, laat het dan vooral weten. En mocht je sowieso vaker willen zien wat ik zo in een week eet, laat het dan ook vooral weten. Dit was een beetje een vega editie, niet helemaal, maar een soort van wel. Maar mocht je een ander soort insteek willen zien, laat het me dan ook weten. Ik ben daar heel erg benieuwd naar, want ja, ik hou ontzettend veel van eten en ik deel graag met jullie wat ik zo eet. Ja. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!